Goedendag iedereen. Ik was gisteren in Winkelcentrum Zuidpolder van Terneuzen. Ik had er een video over gemaakt. Dus terug te vinden op mijn profiel. Onder de benaming Winkelcentrum Zuidpolder in Terneuzen, augustus 2021. Bon, ik heb er ook foto's gemaakt. Nu even om terug te tonen: de foto's op sociale media. Dus ik doe dan wel op Google Maps. Dus een foto dat ik deze ochtend gezet heb op die uh, Google Maps. Dus hier kunt u zien. Ja, er staat afgelopen twee dagen. Dat betekent uh, niet langer dan twee dagen oud. Dus 184 weerhaven op één dag. Dus deze foto hier is uh, de Albert Heen van Terneuzen. Maar ik heb dus dat beeld zodanig genomen in de breedte hé, dat het heel groot lijkt. Zo'n pracht van een foto en ik heb dan ook nu al de rechten hier met mijn uh, Google Maps. Ik heb daar tekst bij gezet, dus hier bijvoorbeeld bij Albert Heijn kan je alles vinden in één winkel en het kwaliteit is top. Bon, ik heb ook andere winkels genomen. Hé. Ik begin nu even met dit hier. Dan ook uh, het toestel hier, om je OV-chipkaart op te laden. Ik heb er ook informatie bij gedaan. 59 Weerhaven, dus je ziet wel, dit bijvoorbeeld heeft minder bezoekers. Maar bon, het is ook wel bijzonder interessant, Dit he? Het heeft toch wel 59 Weerhaven in één dag. De voorgevel van Zuidpolder. Pracht van een foto, 35 Weerhaven. He? Maar bon... Het is ook wel leuk. Dan deze topfoto hier van de Vibra. Hier heb ik gezet. Vibra is bijzonder interessant voor peuterkledij, maar ook voor andere leeftijden. En je kan er ook bedden goed kopen en allerlei huishoudelijke benodigdheden. Ik heb iets bij de foto gezet die natuurlijk wel past bij deze winkel. Dus hier, 271 bezoekers. Dus je ziet die sociale media. Voor mij, ik heb interesse in Google Maps, hey, dat is nu een, iets die echt mijn hobby is, maar je ziet wat dat bijbrengt. 271 mensen hebben die foto gezien. En dat geeft zeker en vast invloed op het koopgedrag. Als iemand die foto ziet met al die klidé buiten, de promoties en zo, dat trekt aan. Dus opnieuw, doelgerichte, gratis publiciteit via Google Maps levert toch wel heel veel op ten opzichte van een YouTube-filmpje daar. Uh, waarop dat je toch even moest zoeken. Hè? Wat ik zeg, ik heb daar nu 74 bezoekers op. Waarom? Omdat men, ja, men moet dat opzoeken, men moet daarmee bezig zijn. Iemand die niet op YouTube is of zo, die ziet dat niet. Maar ik zeg Google Maps: dat uh, iedereen die een smartphone heeft, klikt even op uh, de kaart en dan komt terecht op die foto's. Dus opnieuw het interessante aan dit: Scapino. Minder interesse, 26 weerhaven. Je ziet dus ook wel de zoekfunctie van bepaalde mensen. De vibra, bijzonder interessant. En tussen haakjes, er komt ook een vibra en Hulst, in het stationsplein, binnenkort. Dus heel interessant. Dan hier nog een inhangsfoto die ik gezet heb. 55 weerhaven, natuurlijk dat is de eerste dag. Hé. Ik zeg, als men tien uh, dagen verder zal zijn, zal ik nog even bekijken hier hé. het aantal weerhaven. Dat is idem. Ja, hier heb ik dan ook ingedaan van terneuzen. De neuzen van terneuzen, ik kan er, dat er nog even bij nemen hier bij deze korte toelichting. Want uh, dat winkelcentrum is gelegen in Terneuzen, dus dit is ook over Terneuzen. Gisteren geplaatst, 321 bezoekers. Nou, hier heb ik nog geen uh, bijschrift toegevoegd, dus ik moet dan hier klikken, kan ik iets toevoegen. Dus ik moet ergens een goede tekst bedenken die aantrekt voor toerisme. Ja, het is het belangrijk, iemand ziet die foto, en het is echt belangrijk, de tekst, dat je er gaat bijvoegen. Voilà, dat is het momenteel. Dus hier dus, bijschrift bijvoegen. Dus, het is een, ik vind het bijzonder, een leuke hobby. Het vraagt ook wel veel tijd, je moet naar de locatie gaan, om recente foto's te maken. Je moet toch wel een goede tekst bijvoegen, wat er ook nog belangrijk is, de mensen kunnen reviews geven. Dat kan positief zijn of negatief. Daarmee moet je toch ook wel opletten. Kijk, okay, stel nu dat je een winkel hebt en iemand geeft daar een negatieve review op. De andere mensen lezen dat. Dat kan de volledige winkel. Uh, leiden tot klantenverlies. Ik heb plaatsen al gezien waar er dus een negatieve reviews stond. En iedereen leest dat. Dus automatisch gaan de mensen dan zeggen, oh, we gaan daar niet naartoe. Maar een positieve review heeft natuurlijk de andere kijk, dat men dan zegt: oh, dat is positief. Men gaat naar die winkel gaan, hé, dat is allemaal goed en wel. Dus heel belangrijk de reviews dat dat toch, um, zou ik zeggen, bekeken wordt. En als er keer iets negatiefs is, dan kan je reageren op de persoon die dat geschreven heeft. He. Dat is ook wel belangrijk, van, laat, bekijk je reviews en laat het niet staan. Als er iets negatief is, antwoord de persoon. Dus ik vind het leuk, dus op vandaag hier, eh, 20 augustus, is dat momenteel. Dus ik ga even nog nemen hier de Vibra, 271 Weerhaven, dus ik ga terugkomen op dit gedeelte hier, na een week, dus om nog eens te zien, dat is nu één dag, na een week wat dat de evolutie is van dit hier. Ik ga er ook nu mee verder gaan, ik heb nog andere foto's toevoegen van andere handelszaken die hier zijn, zoals de Primera, hé? dat is ook nieuw in eh, Zuidpolder, en het is wel leuk, ik vind het bijzonder leuk om informatie te geven aan de mensen op deze wijze, en uh, het is ook wel een, een sociale alle, werkwijze, vind ik wel goed. Het is gratis. Hey, het is, ik zeg: ik doe het uit hobby. Zo, tot de volgende keer. En dus meer nieuws binnenkort over uh, dit hier: de Zuidpolder. Tot later.